Oké, okay, dus vandaag ga ik naar Windsor Castle en daarna naar het huis van Charles Darwin. Daar heb ik echt allemaal super veel zin in. Ik heb deze keer goed op voorhand opgezocht of dat alles wel open is. Ik wil echt niet terug een gesloten deurendag. Dus hopelijk hebben we vandaag meer chance. Ik mag hier binnen ook al ook niet filmen, dus dat is nu wel spijtig, maar ik heb, ik kan toch wel de buitenkant doen. J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté coco. Coco ça pousse pas. Moi j'ai planté banane. Banane ça pousse pas. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté légumes. Légumes toujours pas poussé. Moi j'ai planté agrumes. Agrumes toujours pas poussé. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté tomates et concombres. Concombres ça pousse pas. Alors moi j'ai planté bien à l'ombre. À l'ombre ça pousse toujours pas. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Ik weet of hier niet zo heel veel volk rondloopt. Het is niet zo druk bezocht. Misschien is dat gewoon dat het een weekdag is of zo. Misschien heb ik gewoon een chance. Maar ik vind dat wel tof. Allee, dan kan ik tenminste wel babbelen tegen de camera. Het is wel een keer tof voor te zien. Er is ook een tentoonstelling op de eerste verdieping. En die is eigenlijk wel interessant. Normaal gezien lees ik zo nooit niet echt alles op een tentoonstelling. Maar nu heb ik dat wel gedaan. Dus dat wil misschien toch ook al iets zeggen. Ik weet niet of ik eigenlijk op dat gras mag lopen. Pakt van wel. Ik weet het niet. Oh, zie je. Er is echt veel grond aan je tuin. Ah, veel grond aan je tuin. Nou, proficiat, Lisa. Veel grond aan dat huis. Oké, ik ben aangekomen in mijn hotel. Ik ben nu in Seven Oaks. Dat is eigenlijk... Ja, het is eigenlijk sowieso... Het ligt eigenlijk op de terugweg. Het ligt redelijk dicht bij waar ik in het begin geweest ben. En ik ken Canterbury helemaal daarna. Maar toen... Allee, toen ik hier vorige keer dan eigenlijk niet zo ver vandaan was, dan ben ik langs onder eigenlijk met een tour begonnen. En nu kom ik dus terug en dat is dan langs de bovenkant. Dus... ik heb hier nu zo een redelijk centrale plek. Seven Oaks is heel centraal, dus keiveel dingen die ik allemaal wil gaan doen. Waarvan ik er vandaag trouwens al twee gedaan heb. Twee? Eén. Ik heb er één van gedaan. Het huis van Darwin is hier redelijk... was hier niet ver vandaan. Morgen ga ik naar het huis van Churchill.
En daar heb ik ook wel heel veel zin in om dat te gaan zien, want die schilderden ook. En er hangen heel veel schilderijen van plaatjes in België, toen hij daar geweest is. Dus daar ben ik wel eigenlijk een keer benieuwd naar. Ja, dus ik wil eigenlijk nog een verhaal vertellen. Want ja, ik heb niet zoveel kunnen filmen dan vandaag, omdat ik... Allee, ik heb wel veel gedaan vandaag, maar ik kon ja, nergens binnen filmen, dus ik heb niet zo superveel materiaal. Dus ik wil gewoon even afsluiten met te vertellen van gisteren, toen ik de taxi heb genomen naar het hotel van mijn Peter. Ik dacht, ja, ik moet dat nu toch wel een keer vragen aan de plaatselijke... Allee, aan iemand dat woont in Reading. Van, is dat hier nu echt zo'n arme stad of zo? Want ik heb verteld dat ik me zo kwinjongewinnig voelde en zo in dat eerste hotel waar ik zat in Reading. Dus ik dacht, ja, ik moet dat echt vragen. Dus ik vroeg, ja, is Reading gekend of zo? Om dat als arme stad of dat dat arm is of zo? Alleen, hij wist zo in het begin helemaal niet goed wat ik bedoelde. En allee, hij was zo niet goed mee. En ik leg dan zo uit van ja, want ik had een hotel en ik moest zo een heel lange baan doen voor in het centrum te geraken. En ik voelde me echt onwennig en ik leg dat zo uit. En hij zegt zo zelf van Oxford Road. Oh my god, nee, zit je daar alleen doorgelopen, maar je bent niet goed. Dat is kwinio gevaarlijk, jong. Dat is één straat van alleen maar waar ze kwinio veel drugs dealen, drugs gebruiken, gewoon op straat. Dat is, daar lopen ook kwinio veel prostituees rond en zo. Dat is de plaats om prostituees ook op te pikken. En zegt dus, dat is normaal hè, dat je je zo bekeken voelt en iedereen zo keek naar u. En ik had echt zoiets van, oh my god, ik was echt helemaal dingen. Allee ja, echt, als ik dat op voorhand had geweten, had ik echt nooit door die straat gegaan. Dat was echt zot. En hij vroeg in welk hotel dat ik zat. En ik zeg zo, ja, hè, Abbey House Hotel. En hij zegt, oei, dat hotel, dat is toch in die ene straat? Ik zeg zo, ja, dat is daar. Ja, zegt hem, maar dat hotel is echt gekend. Waar dat dan iedereen die dat dan een prostituee of zo meepakt van op die straat, die gaan daar allemaal naartoe, naar dat hotel. Omdat dat een van de goede koperen is, die daar redelijk dicht in de buurt van die straat ligt. Plus die hebben zo, die hun kamers zijn zo apart van eigenlijk de rest van het hotel. Want dat was inderdaad, ik had zo'n kamer meer zo, ja, pakt in een groot apart gebouw zo achter het hotel zelf. Daar, hij zegt, ja, dus dat is echt zo de perfecte plaats. Daar worden keiveel meisjes mee naartoe genomen en misbruikt. En daar wordt dan kun je veel drugs gedaan en zo. En hij zegt, ja, en een paar jaar geleden is daar zelfs een meisje doodgevonden in dat hotel. Ik was echt zo, oh my god, joh. Ik was echt creeped out gewoon. Ik was echt super blij dat ik die avond dan niet meer moest slapen. Echt waar. Ik dacht echt van, oh fuck, maat. Wat voor een hotel denk ik terechtgekomen. Ik was echt blij dat je daar weg was. Dus, maar in elk geval, ik wou eigenlijk gewoon dat verhaal vertellen om gewoon even te bevestigen dat ik niet aan het overdrijven was of zo. Want ik ben zo nogal een heel bange als het daarop aankomt. Dus ik dacht, ja, je bent een rant over hoe gevaarlijk dat daar was. Of hoe gevaarlijk dat daar leek en hoe eng dat allemaal was. Ik dacht, ja, niemand gaat dat weer. Iedereen gaat zo weer denken dat ik keihard aan het overdrijven was. En daarmee dat ik het gevraagd heb. En het is dus wel degelijk zo. Die heeft mij echt voor zot verklaard dat ik er alleen door ben gelopen. Het is eigenlijk totaal geen leuk verhaal om met een vlog mee te eindigen, eigenlijk. Heb ik iets leuk? Heb ik nog iets leuk om te vertellen? Ah, ja, in deze hotel werkt een kijken op een barman. Ik weet niet of dat leuk is. Misschien zal ik zal zien, want ik heb echt nog niet veel. Ik zal zien dat ik ze biedt misschien nog iets kan filmen of zo. Dat ik hem er even op kan zetten en kun je het zelf zien. Nu in elk geval al zeggen, bye, tot morgen. Merci voor weer al te kijken. En misschien komt er achter nog wel een filmpje, maar deze is eigenlijk. Misschien komen er achter nog wel wat beelden en zo, maar deze is eigenlijk wel het einde van de vlog normaal.